De uitspraak in de spraakmakende zaak waarbij drie verkoolde lijken in 2021 aan de Noordpolderdam zijn aangetroffen, is uitgesteld. Persrechter Ingrid Lakicharan ging gisteren na uitstel van de rechtszaak in op de stand van zaken. De jurist merkt op dat de rechter een ander moment heeft gepland voor de uitspraak, omdat die nog niet zo ver is. Wij hadden dus met u afgesproken om vandaag verslag te doen over de zaak van... van de Noordpolderdam, waarbij van de verkoolde lijken. Helaas hebben we begrepen dat de rechter die zaak eerder een voortzettingsdatum heeft gegeven in die zaak, omdat ze er niet aan toe is gekomen om de uitspraak af te ronden voor vandaag. Dus de zaak is een voortzettingsmoment gepland voor de uitspraak. En dat is een 19 augustus, begrepen. Gisteren was het de eerste keer dat een persrechter journalisten te woord stond over zaken op de rol na de aankondiging eerder deze maand van de instelling van deze functie. Lakicharan zegt dat het de bedoeling is om meer informatie te delen met de samenleving. Nou, het is zo dat sinds jaar en dag er een roep is vanuit de gemeenschap. Wanneer komt er een persrechter? Wanneer komt er een persrechter? En wij hadden als hof hadden wij gedacht om in oktober te beginnen met ons persrechterschap vanwege de roep uit de samenleving. En wij willen ook als hof transparant zijn, naar buiten komen met informatie. Als het gaat om informatie van het hof, van de rechter, als het gaat om andersoortige informatie, ja, dan kunnen wij niet zoveel over zeggen. Maar wij willen zoveel mogelijk de informatie die wij hebben hier binnen het hof, binnen het gerecht, ook delen met de gemeenschap. En omdat er zo'n roep is geweest ook en wij ook vonden dat het tijd is om inderdaad naar buiten toe te treden. En we hadden de ruimte om drie rechters een beetje vrij te maken om dit werk ook te doen. De persrechter zegt dat er een evaluatiemoment zal volgen na het persmoment van gisteren. Een aantal zaken moet namelijk worden afgerond voor de recesperiode in augustus.